Goedemiddag. Vandaag bij Blog Report zijn we bij JWT Amsterdam. JWT is een reclamebureau verspreid over de hele wereld. Van New York, Bangkok, Budapest, Shanghai, Stockholm, Tokio, Toronto. Dus ik kan nog wel even doorgaan. JWT Amsterdam was eerst Ubachs Wisbrunn. Ubachs Wisbrunn is in 1997 opgericht en versierde 10 jaar later met JWT. Michael Leguit. Eerst was het Jolande, maar omdat ze heel druk bezig is met de Story Machine, een heel nieuw project van JWT, moest ze de taak aan Michael overhandigen. Hoi, weer bij het Blog Report. Vandaag zijn we met Michael Leguit. Hij is mijn planner / stagebegeleider of stagepraktijkopleider. Sinds kort? Sinds kort, ja, want Jolande was het eerst, maar die is nu bezig met de Story Machine. Oké, Michael, ik heb een paar vraagjes voor jou. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Oei, ja, ik zit hier nu eigenlijk sinds mei weer als freelancer. Ja. En daarvoor heb ik hier 6-7 jaar vast gewerkt. Oh. En toen ben ik 2 jaar weg geweest. Ben ik gaan freelancen en nu ben ik weer freelance terug voor een half jaar. Dus je freelance nog steeds? Ja. Wat voor functies heb je hiervoor gehad? Voornamelijk traffic en operations. En dat heb ik ook hier gedaan bij JWT. Ja. Maar toen gingen ze op de nieuwe manier werken en toen werd traffic en operations afgeschaft. Oh. Iedereen ging het allemaal een beetje zelf doen. Ja. En toen kreeg ik een andere rol, wat ik op zich wel leuk vond, maar niet leuk genoeg om dat te blijven doen. Dus had ik zoiets van ik werd toen ook 50 en ik dacht van ja. Als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit meer doen. Dus ik heb mijn baan opgezegd en ben toen gaan freelancen. Oh, ja, top. En toen allemaal weer leuke klussen gekregen. Ah, dat is leuk, daar ben ik blij om. Wat voor studie heb jij hiervoor gevolgd? Of heb je een studie gevolgd? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg altijd, als je niet kan leren, kom je in de reclame terecht. En dat geldt ook voor mij. Ik heb alleen een MAVO-diploma. Oh. En toen ben ik de modevakschool gaan doen. Nou ja, daar ben ik 2 keer blijven zitten en dan mag je weg. Ja, mag je eerder weg. Dus toen ben ik eigenlijk bij toeval in de reclame terechtgekomen. Daar heb ik dan wel een avondcursus grafische kennis gedaan. Ja, zo is het eigenlijk een beetje. Voor de rest geen specifieke cursus. Nee. Oh, dat vind ik wel grappig. Ja, dat kon nog in die tijd. Ja, nu kan dat waarschijnlijk niet meer. Nee, denk ik. Wat is het leukste aan je werk? Eigenlijk de hele dag met mensen bezig zijn, dingen plannen, voor elkaar krijgen. Ook met jonge mensen werken, dat vind ik ook heel leuk. Ja. Mensen helpen, opleiden. Dat eigenlijk. Dat doe je volgens mij wel goed. Hoe lang zit je al in de reclame? Nou, dat had je eigenlijk al verteld. Nou, eigenlijk dat ik vanaf mijn 23e ben ik eigenlijk gaan werken in de reclame. En sindsdien, af en toe was een uitstapje gemaakt, want ik dacht dat sommige dingen nog wel leuker waren, maar... reclame vond ik toch eigenlijk het meest leuke. Oké, leuk. Maar wie mij het meest helpt van alle mensen hier, is Wim Sol. Wim Sol is mijn buddy en die begeleidt mij met alle opdrachten. Hij werkt al heel lang in de grafische industrie en we gaan hem zo interviewen. Ha! Oh! Ja, draait hij? Ja, wat jij wil. Oké. Keuze. Goedemiddag, vandaag zijn we met Blog Report met mijn buddy. Die het meest begeleidt, Wim Sol. Hallo. Ik heb een paar vragen voor jou, Wim. Hoe ben jij begonnen in dit vak? Ik ben van school afgegaan en toen ben ik gaan solliciteren bij een reclamebureau. Ik wist bij God niet wat het was. En heb ik voor 2 jongens heb ik het vak geleerd en het heeft me nooit meer losgelaten. Oh, nou, leuk. En hoe oud was je toen? Toen was ik heel lang geleden, was ik 20. Oh, echt? Echt waar? Even oud als ik, dus. Ja, of ze jong. Ja, zo jong. Hoe lang werk jij bij JWT? Echt weten? Ja, ik wil denk het echt al weten. Iets van 4, 6, 26 jaar. Wauw, dat is wel echt heel lang. Dus je werkte toen het nog Ubachs Wisbrunn heette? Toen het nog PPG was eigenlijk. Oh ja. Oh, ja. Dat was 1986. Wauw. En ooit begonnen in 1981. Wow. Dus je zit hier het langst, denk je? Nou, met wel een van de langste. Ja. Nou, wat grappig.
wat vind je het leukste aan je werk? Het leukste aan mijn werk vind ik als je dingen maakt en je ziet ze later in het echt op een billboard hangen of op televisie. Ja, dat je gewoon ziet wat je gemaakt hebt. Ja, dat vind ik het leukste. Nou, hoe kwam je bij het JWT terecht? Er was de tijd dat ik nog een heleboel relaties had. En toen werd ik gebeld. En toen vroegen ze of ik wilde komen werken. Oh, echt? Echt waar? Nou, yes. Dat was het. Oké. Okay. Er zijn heel veel verschillende functies hier. Van audiovisueel tot aan producer. JWT produceert vooral reclame. Want ja, dat is een reclamebureau. JWT heeft ook heel veel verschillende klanten. Van ING, Plus, Opel, Spa, Nestlé, Anderon. En hun nieuwe klant Secret Escapes. Het bedrijf werkt veel met freelancers en werkt ook met Street samen. De Street was mijn vorige stagebedrijf waar ik ook heel veel geleerd heb. Dus het is heel fijn dat ik van Street naar hier kon komen, want bij Street was het heel veel technisch. En hier is het echt om de vormgeving. Eigenlijk heb ik een flexplek, omdat ze gaan verhuizen per 1 januari naar de Rivierstaten aan de Amstel. Ha! We're here with Claudia. She's a trainee at J. Walter Thompson, Amsterdam. Yes. What do you study? I study communication and PR in Brussels. So I'm in a media school that works on several projects. It's a really cool school because it's not only about theory but also about a lot of practice. So yeah, and this is my end of studies internship. So I'm 24 and I graduate September. So exciting! You're gonna be a PR girl. So PR girl. How did you end up here? I was looking for an internship somewhere in Europe, but not in Belgium, because I wanted to do it in English to improve a bit my English skills. Yeah. And so I looked in London and Amsterdam. I also looked in Warsaw. And I got an answer from this agency in Amsterdam. So I was really excited because it's a really cool agency. And yeah, I just moved to Amsterdam in February. So nice, exciting. Are you planning to continue working in Amsterdam? Sure, I would like to. I really like the way Dutch people work here. In the companies, there are always like different kind of nationalities. Like here we have a Swedish guy, Turkish guy, me, a Polish girl. Yeah. We had a Colombian girl, yeah. So that's really cool that Dutch is not like a barrier to like have a career here. So yeah, I also love the city, so I'd love to stay here. Yes! Okay, what do you love about this job? I love the fact that people work in teams, that people are always like friendly one to each other. Nice, well that was it with Claudia and you know. Ja, ik ben klaar. Die was goed. Nee, veel. Ik ben echt nieuw met dit. We zijn bij JWT, vlogreport met Robby. Hey. Food Creative. Robby, ik heb een paar vragen voor jou. Ja. Wat vind je het leukst om te maken? Eigenlijk alles heel erg leuk. Maar wat het voor mij zo leuk maakt, is dat je eigenlijk ook gebruik als een instrument om mijn creativiteit kwijt te kunnen. Dus hier maak ik elke dag wat anders. En dat is wat het voor mij zo leuk maakt. Oh, leuk. Heb jij hiervoor een opleiding gevolgd? Ja, ik heb een koksopleiding gevolgd. Op welke school heb je die gevolgd? In Leiden, koksopleiding in Leiden. Op MBO? Ja. Oh, heb je daarna nog door gestudeerd? Ja, ik heb daarna cultureel maatschappelijke vorming gestudeerd. Maar ik bleef toch de hele tijd in de keuken aan het werk naast mijn studie. Ja. En toen ik klaar was, ben ik eigenlijk gewoon weer de keuken ingegaan. Ja, oké. Okay. Leuk. Heb jij eigenlijk nog een opleiding gevolgd? Nee, ik heb alles eigenlijk hier gedeeld van Chef Robby. Oh, wat leuk. Daarvoor heb ik geen opleiding gehad. Nee? Maar ik heb van alles een beetje gedaan. Ja, alles op werk. Oh, oké. Ja. Ja.
ben erg benieuwd voor vandaag. Wij staan nu voor het Hiers gebouw op het Leidseplein. Dit gebouw diende vroeger als modehuis van Hiers & She, die in 1882 haar deuren opende. Ze trok veel verschillende klanten aan, van koningin Emma, Wilhelmina en Juliana, tot aan de beroemde danseres Mata Hari. Uiteindelijk werd het gebouw te klein, want het modehuis groeide snel. Dus zij besloot afscheid te nemen van de landen waar zij ingevestigd waren en op dezelfde plek een nieuw modehuis te bouwen dat genoeg ruimte bood. Het Hiers & She gebouw dat u vandaag kent, werd gebouwd. Zij opende haar deuren in 1912, maar na twee wereldoorlogen, de opkomende concurrentie en de veranderende wensen van het modebeeld leidden uiteindelijk in 1976 tot sluiting van het modehuis Hiers & She. Okay. Het karakteristieke pand heeft na deze periode uiteenlopende functies gehad en sinds 1989 eigendom van de familie Nielsen. Prachtig.